Elke morgen heeft Ashley ruzie met haar vader. Wat doe je nu dan? Ik pak eten. Maar je hebt toch al genoeg? Maar pap, je zei vorige keer ook dat ik te veel in mijn tas had, maar toen had ik veel te veel trek gekregen. Je hebt wel genoeg eten in je tas. Ashley ontploft. Jij dan? Jij neemt superveel eten mee naar je werk en alles. En dan heb ik te weinig? Maar ik ben ouder. Ouder? Ik ben in de groei hoor. Ik heb meer nodig dan jij. Kom maar mee nou. Laat me los. Hij gaat zelf naar zijn werk en laat haar dochter achter. Rot kind, kom hier maar zitten. Dat is gewoon veel om mee te voetballen. Hup. Ashley, haar moeder, is een paar maanden geleden overleden. Ze kan niet zo goed met haar vader opschieten. De volgende dag is Ashley niet op school. De meester gaat de naam langs en ziet dat Ashley vandaag weer niet op school is. Jelle. Ja. Finn. Ja. Ashley. De meester vraagt aan de vriendinnen van Ashley of ze iets weten. Maar Luz en Chilling, weten jullie waar Ashley is? Nee, geen idee. We zouden samen naar school fietsen, maar ze kwam niet. Nee, ik heb haar gisteren ook niet gezien en op schoolplein ook niet. De meester maakt een notatie van de afwezigheid van Ashley. Ashley is weer niet op school. En ze is al een paar weken achter elkaar niet op school geweest en haar cijfers lopen ook achter. De vriendinnen van Ashley maken zich ook zorgen om haar. Hij was het bijna vergeten dat Ashley nog opgesloten zat in zijn werkplek. Ashley heeft haar een nacht doorgebracht, helemaal alleen. En haar eten was in de middag al op. Hier, je tas, je mag weer naar school. Ashley weet nu nog niet dat het ochtend is. Ze is nog helemaal in shock. Ze is doodongelukkig thuis, alleen met haar vader. De vader van Ashley denkt dat hij stiekem meer eten heeft gepakt. Waarom nam je nou zoveel eten mee? Ik nam helemaal niet veel eten mee. Jij zei dat ik veel eten mee nam, maar dat is niet waar. Dat zei jij alleen. Eén broodtrommel is genoeg voor de hele dag. Hé, kom. Wow, zag je dat? Dat is toch niet normaal? Echt niet hoor, dat vind ik echt niet kunnen. De vader vertelt in de auto dat ze niks, maar dan ook niks op school mag zeggen. De bel is net gegaan. Er staan een paar ouders op het schoolplein nog met elkaar na te praten. Damien is zo boos dat hij alleen Ashley ziet en hoort en vergeet dat ze hem kunnen zien. Een vader op het schoolplein besluit om de kinderbescherming te bellen. De hele klas is al binnen. Ashley komt al bij het lokaal. De tranen lopen om haar wangen. Ze is hartstikke bang en trilt nog helemaal. De meester schrikt van het verhaal en snapt waarom zij niet zoveel op school was de afgelopen maanden. Even later is Damien gearriveerd op zijn werk. Jongens, er is een auto binnengekomen en die is een beetje kapot gegaan. En we moeten hem maken. We kunnen ook iets aan de auto tunen, dat we bijvoorbeeld een spoiler erop doen of zo. Ja, is goed. Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Als ze net willen beginnen, komt er bezoek voor Damien. Hallo, wij zijn van de kinderbescherming. Ik ben Jeroen en zij is Mieke. Mogen wij misschien Damien eens spreken? Damien weet van niks. En zijn collega's al helemaal niet. Hallo, ik ben Mieke. Hallo, ik ben Jeroen. Kom maar even mee. Hè? Hoe kan dat nou? Kinderbescherming. Waarom? Wat heeft hij dan gedaan? Ja. Maar nu kunnen we niet verder. We hebben gehoord dat u uw dochter mishandelt. We hebben foto's hoor, dat u uw dochter mishandelt. Okay. We kunnen het laten zien. Ja, maar mijn dochter luistert niet goed aan me. Ja, dat heeft er niks mee te maken. U mag uw dochter niet mishandelen. Oké. Okay. Sorry, ik had niet zo met mijn dochter om moeten gaan. Ja, daar is het nu al te laat voor. Oké. Okay. Kom maar even mee. Kom maar even mee, meneer. Ze besluiten om Damien in de gevangenis te zetten voor mishandeling. De kinderbescherming heeft gekeken naar de mogelijkheden waar Ashley kan blijven. Ashley woont vanaf nu bij haar opa en oma. Bij haar opa en oma mag ze veel meer en mag ze zoveel eten als ze maar wilt. Ashley is nu helemaal weer gelukkig. Ze heeft het heel erg naar haar zin bij haar opa en oma. Ze kijkt tv, doet veel leuke dingen zonder dat ze geslagen wordt. Helemaal prima hoor. Opa is nog steeds de oude opa van vroeger. Hij maakt nog steeds grapjes. Door het bos. We hebben nog een vos gezien joh.